Hallo, ik ben Iman, ik ben 28 jaar en ik voel de verrichting vandaag voornamelijk in de besparing bij overheidsbedrijven. Ik heb het zelf ook meegemaakt toen ik bij de NMB's werkte. Er wordt enorm bespaard op de NMB's, waardoor we het met minder mensen moesten doen, flexibeler moesten werken en met verouderd materiaal moesten werken ook, waardoor enorm veel van mijn collega's ziek zijn gevallen of met een burn-out kampten. Het is mezelf ook overkomen toen ik vorig jaar een burn-out kreeg. Ik heb toen besloten om halftijds te gaan werken. Maar ik moest nog altijd in dezelfde werkomstandigheden werken. Ik moest nog altijd extra flexibel werken. Ik moest nog altijd met hetzelfde materiaal werken. Ik moest nog altijd invallen voor zieke collega's. Waardoor een jaar later het licht opnieuw uitging. En ik besloot heb om definitief te stoppen bij de NMB's.